Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. 13 juni 2016 is het bulletin van maandag. Vandaag uiteraard een mooiste woorden en verder een iets groter SSTV plaatje in PD90. Je kunt de SSTV plaatjes in deze uitzending ontvangen door simpelweg je smartphone voor de luidspreker te houden. Voor Android heb je daarvoor de app genaamd Robot 36 nodig en voor iOS de app CQSSTV. Beide zijn uit de respectievelijke Play en App Stores te downloaden. Op de PC is MMSSTV de beste optie. Dat draait zowel onder Windows als met behulp van Wine onder Linux. Verder is er QSSTV speciaal voor Linux, dat je op Debian systemen, als Ubuntu en Mint kunt installeren met het commando sudo apt-get install QSSTV. Ik zag vanochtend toevallig dat RTL 7 de serie Last Man Standing aan het uitzenden is. Dat is een sitcom rond hoofdpersoon Tim Baxter die in de serie radioamateur is. Last Man Standing wordt in de VS op ABC, een van de grote netwerken, nationwide uitgezonden op primetime. Goede Nederlandse woorden daarvoor heb ik niet. Acteur van de hoofdpersoon is Tim Allen, die was eerder bekend van de serie Home Improvement. Allen speelt in de serie marketingdirecteur van een winkelketen in sportartikelen. Hij is conservatief en nogal van de traditionele waarden, wat hem het leven als vader van 3 dochters niet gemakkelijk maakt. De serie heeft door de jaren heen diverse cameo's gekend van allerlei celebs. De bekendste daarvan in Nederland zijn ongetwijfeld Kim Kardashian en Jay Leno. De laatste speelde zelfs 3 keer in de serie mee. Vanochtend zag ik een aflevering waar niet heel veel zendamateurisme in zat. Naarmate de serie vordert, krijgt onze hobby een steeds grotere rol. Met name ook doordat de dochter van Mike in de serie ook interesse in de hobby ontwikkelt. Dochter Eve is Baxter's favoriet. Maar het is de oudere dochter Mandy die in de serie het zendamateurisme ontdekt als een alternatief voor chatten wanneer haar het gebruik van haar smartphone verboden wordt. De serie wordt momenteel overdag 2 keer per dag op RTL 7 uitgezonden. 1 keer om 12:30 'smiddags. De aflevering wordt de dag erop om 10:30 herhaald. Tegelijk dus met de herhaling van de Daily Minutes. Op RTL loopt op dit moment het 2e seizoen. In de VS is het 5e seizoen inmiddels uitgezonden en zijn contracten getekend voor een 6e seizoen. In het SSTV-plaatje van vandaag een scène uit Last Man Standing met dochter Mandy in de shack achter de amateurmicrofoon. In de VS is Limor Fried, Alpha Charlie 2 Sierra November geëerd als kampioene van de technische vernieuwing door het Witte Huis. In een verklaring maakt het Witte Huis bekend, tijdens haar studie aan de Massachusetts Institute of Technology, MIT, besloot Limor om een bedrijf op te zetten dat zich richt op het maken van elektronica voor makers van alle leeftijden en voor zowel mensen met veel ervaring op dit gebied als mensen zonder ervaring. Limor Fried is beter bekend onder haar bijnaam Lady Ada, aan elkaar vastgeschreven, de oprichter van het innovatieve bedrijf Adafruit. Fried was de eerste vrouwelijke ingenieur die op de koffer van het blad Wired stond. Adafruit is een technologiebedrijf dat voor 100% in handen is van vrouwen. Via de website hobbyscope.nl kun je trouwens meerdere foto's van de locatie van Papa Juliet 2 NOS bekijken en van de amateurs die bij de uitrol van het relais al daar betrokken zijn. Je kunt naar de foto's doorklikken vanuit het artikel met als titel Update opstelpunt Curaçao. Hamnieuws gaat verder in op de zendamateurs op Curaçao. Hoeveel zijn het er? Wat voor type vergunningen zijn er? En wat zijn de verschillen in amateurbanden tussen daar en hier? Amateur radio, often called ham radio, is really many hobbies and passions under one name. From studying the stars, to creating new computer applications, to practicing their emergency communication skills every June on Field Day Weekend. Hams enjoy serving the community in many ways. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me.
Wij hebben nog een verzoek. Ja. Als je in de auto de SSTV-beelden wilt ontvangen, zoek dan alsjeblieft een parkeerplaats op. Doe dat niet terwijl je rijdt.